Inmiddels is het 6:07 geworden. Ik ben verbonden met het business home van de voetbalvereniging Nunspeet, waar we met Pluim gaan napraten over de wedstrijd van vanmiddag. Nunspeet tegen ZOB, 2-3, de einduitslag geworden. Ja, Werner, was je verrast dat, dat je zo snel toch voor de groep zou staan? Ja, uiteindelijk wel. Ik zou 1 juli instappen en dan in de laatste weken wat gesprekken gehad met de club, eigenlijk met het oog op het nieuwe seizoen. En, je spreekt veel jongens en dan merk je dat, dat het vertrouwen allemaal wat minder wordt. En daar ga je over in gesprek. En uiteindelijk geef je ook aan hoe je zelf denkt dat goed te kunnen beïnvloeden. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat ik hier nu sta. Dat vind ik fijn en dat vind ik mooi. Ik wil graag de club en de jongens helpen. Maar er is wel veel gebeurd in de afgelopen weken. Ja, want de resteren we natuurlijk nog maar 3 wedstrijden. Dus wat dat betreft is het kort. Je hebt veel tijd deze week geïnvesteerd in de groep en de voorbereiding op deze wedstrijd. Jullie hebben gesproken met elkaar. Er is ook naar de beelden van ZOB gekeken, de videobeelden van de eerste wedstrijd. Maar ja, het heeft nog niet veel mogen baten, want eigenlijk gaat het door 2 ongelukkige momenten in de eerste 10 minuten mis. In het eerste half uur mis. Nee, dat ben ik met je eens. En dan kan je beelden kijken tot je in ons weegt. Alleen, als je ziet hoe je de goals weggeeft, dat is in mijn ogen heel moeilijk trainbaar. Dat is denk ik wel tekenend voor waar een groep, zeg maar, hoe scherp ze een wedstrijd beleven. De doortastendheid die we heel graag willen laten zien. In beide momenten, maar in alle 3 die goals. Is dat wel wat wegblijft. Maar ook in het geduldig zoeken naar ruimtes die we graag wilden bespelen, daar hadden we in het begin heel veel moeite mee. En dat is jammer. Ik vind wel dat we dat halverwege de eerste helft beter zijn gaan doen en zeker in de tweede helft dat het beter lukte. En dan zie je ook dat we tot meer kansen komen. Dus zeker niet het resultaat wat we wilden, maar in de manier van spelen hebben we toch wel wat dingen bereikt, zeg maar, die we graag wilden. We hebben met elkaar ook gesproken van laten we daar aan vasthouden en de manier waarop we terugkomen. Maar zeker heel teleurgesteld over het resultaat. Ja, vooral de eerste helft. Nauwelijks kansen voor Nunspeet. Wat waren de afspraken die je had gemaakt met de groep? Op welk vlak? De wedstrijd. Ja. We willen in het aanvallen. We hebben ZOB geanalyseerd en wisten waar ongeveer ruimtes zouden komen om te voetballen. En voorwaarden creëren, zeg maar, om die ruimtes te kunnen bespelen. En dan moet dat baltempo omhoog. En op het moment dat we daar in die ruimtes kwamen, dan was het mensen in de diepte kunnen bereiken. En dat lukte zeker in de eerste half uur heel matig. En dan moet dat tempo omhoog om die ruimtes voor elkaar te krijgen. En dat lukte niet. Ook in die fase kreeg ik een goal tegen, dus dan wordt het nog moeilijker. En dan zie je jongens met vertwijfeling gaan spelen. Dus dat lukte niet. En in het verdedigen, we hebben geprobeerd om ze wat hoger vast te gaan zetten. En daar hoog bestelde bal te veroveren. En als dat niet lukte, dan niet meer 5 man voorop houden en 5 man achter. Maar dicht bij elkaar blijven en dan maar wat verder terug. En dat stukje deden we wel heel goed, vond ik. Maar het aantal ballen die we voorover in de druk zetten, dat was te weinig. Dat het tempo in je ogen te laag lag, had dat ook te maken met het vertragende voetbal van ZOB? Ja, die deden dat goed. Die wachten ons op. En die laten misschien wel bepaalde ruimtes en proberen ons daarin te verleiden. Maar als er geen druk is op de bal, dan ben je nog steeds dezelfde baas als je gaat indribbelen of dat je blijft staan. Dan ben je nog steeds dezelfde baas of je instapt of uitstapt. En dat zijn zaken waar we deze week veel mee bezig zijn geweest. En wel tot de training al heel aardig ging. En de eerste half uur niet, maar in de tweede helft eigenlijk al wel weer heel verbeterd. Want wat heb je in de rust gezegd tegen die jongens? Een statistisch feitje van dat ploegen die 2-0 voorstaan in de rust, over het algemeen, je kan beter met 1-0 voorstaan dan met 2-0. Maar ook, zeg maar, dat als je die 2-1 maakt, richting de kantine, spelen, dat zoveel energie los kan maken en dat het dan ook zomaar 2-2 en 2-3 had kunnen worden. Niet blijven hangen in die teleurstelling, maar gas geven met z'n allen. Puntjes op de i, zeg maar, in teamafspraken gezet. En ik vind dat we dat heel aardig hebben gedaan. Tweede helft kwamen ook de kansen voor Nunspeet. Ja, zeker.
We komen op die 2-1 en ja, knullig verdedigen helaas die 1-3. Maar ook daarna blijven vechten, blijven gaan voor die aansluitingstreffer. En nou, toen die kwam in, volgens mij was de 90ste minuut al wel, ook daarna nog wel best wel heel wat mogelijkheden gehad. Dus ja, ik ben wel trots op dat ze zijn blijven gaan. Maar ja, einde van de streep. Sta je met lege handen. Sta je met lege handen. Ja. En dan zie je de uitslagen van de andere wedstrijden. Is het eigenlijk de ploegen waar je direct mee moet concurreren? Om met name de na-competitieplekken. Die verliezen ook allemaal. Ja, dat klopt. HBOK heeft wel gewonnen. Ja. Dus die zijn een stapje dichterbij. Heel eerlijk, tot aan net. Wist ik niet eens welke ploegen er allemaal tegen elkaar speelden. We wilden echt focus houden op ons eigen resultaat. En dat heb ik ook de jongens proberen voor te houden. Ja, toen wist ik dat jij zou komen, dus toch maar even gaan kijken. Toch maar even gaan zitten rekenen. En rechtstreeks handhaving is alleen mogelijk op het moment dat wij die 6 punten pakken, volgens mij. En op het moment dat HBOK volgende week wint van de Meer. Want dan kunnen we de Meer nog voorbij. Maar dan moet je wel stunten tegen Montfort. Ja, is het een stunt? Weet je, Montfort, dat is ook moeten. En volgens mij heeft Nesbeth hier gewonnen van Montfort. Wel een rode kaart, maar ja, waarom niet? 2 rode kaarten zelfs. Dan beginnen we. Ja, niets is onmogelijk, zullen we wat dat betreft dan maar zeggen. En anders wordt het misschien wel beslist in de laatste wedstrijd hier thuis tegen HBOK. Om in ieder geval die rechtstreekse degradatie te voorkomen en wordt het dan na competitie? Ja, absoluut. Kijk, ik geloof heilig in mogelijkheden en dat zal ik tot het laatste moment blijven doen. Dan probeer ik de jongens ook mee te nemen. Dus dat is volgende week gewoon weer naar jezelf kijken en voor winst gaan. En mocht het op die laatste wedstrijd aankomen, dan doen we dat weer hetzelfde. Ja. En heel veel meer kan je niet doen. Het is dicht bij elkaar blijven en in een goed resultaat geloven. En niet voor minder gaan spelen. Max Jans, 2 weken geleden uitgevallen tegen de Bild. Waarschijnlijk zal hij de rest van dit seizoen niet meer spelen. Vandaag zie je Rijen Roelofs met een zware blessure vertrekken. Ja, dat klopt. Max leek einde seizoen. Hij heeft een medische meevaller. Dus die was donderdag weer deels op het veld. Vandaag in de warming-up weer een stapje gemaakt. Ik vind het belangrijk dat ook geblesseerde jongens dicht bij de groep blijven. Dus eens even wennen voor ze. Maar die deed dat heel goed. Ging ook pijnvrij. Dus hopelijk kan ik dinsdag weer een stukje in de training pakken. En dan donderdag misschien een stapje erbij. Ik denk dat volgende week nog te vroeg voor hem komt. Maar HBOK met een beetje geluk dat zou kunnen. En Rijer, dat zag er niet goed uit. Hij heeft de hele week al wel wat pijntjes gehad. Maar verbeterd zeg maar omdat hij graag bij de groep wilde zijn. En dat vind ik knap. Was sowieso mogelijk volgende week afwezig. Want die zou in het buitenland zijn voor zijn werk. Dus misschien valt het nu een beetje samen. Aan de andere kant, we hebben een jonge gozer zien invallen. En zit hij ook nog? Oh ja, hij zit daar. Dat zag ik. Ik ben fantastisch ingevallen. Dus dan is het heel erg jammer dat Rijden niet is. Maar de volgende die we gaan opstellen, gaan we dan heel veel vertrouwen in hebben en mee aan de slag. Maar je verdedigers worden wel schaars zo. Ja, dat klopt. Ik ga er zelf ook niet staan. Dus ik weet niet of jij wat te doen hebt. Ook onder de 19 en in de tweede. Er staan best wel wat jongens bij. Dat als het erop aankomt, dat ze dat wel kunnen. Dus. Je weet ook wat de gele kaart van Van der Grift betekent? Ja, Dominique heeft ook vakantie. En die zou de laatste wedstrijd sowieso al missen. Dus die gaan wij niet meer tegenkomen in de reguliere competitie. Mogelijk wel weer in de na-competitie. Dus ook daarvoor zullen we een oplossing moeten verzinnen. Ja, en zo is het nog heel veel oplossingen bedenken voor de komende wedstrijden om de meubelen te redden, Werner. Ja, maar goed, oplossingen verzinnen, daar zijn we in Harderwijk dit jaar heel druk mee geweest. En daar heb ik, ik raak niet zo heel snel meer in paniek. En ik vind het ook wel weer leuk, we hebben wat te doen. Zo is het, dankjewel en succes volgende week in en tegen Montfort. Dankjewel. Dat was het. Vandaag na praten over de wedstrijd, de Munspeed ZOB. Speelt hier op de Wildzang 2-3 de eindstand. Maar volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen.